FC Rijnmond wordt mede mogelijk gemaakt door Melkcontainer. Feyenoord wordt geen kampioen. Feyenoord wordt ook geen tweede. Wel derde, Ruud van Os? Ik denk het wel, want de laatste wedstrijd van het seizoen wordt gespeeld tegen NAC in de Kuip gelukkig. Dan komt het goed. Maar in uitwedstrijden maakt Feyenoord dit jaar een potje van. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom. Goed dat je er bent voor deze FC Rijnmond met Ruud van Os en twee legendarische spitsen van Feyenoord. Joop van Dalen en Peter Houtman. Wat ik altijd een beetje sneu vind, Joop, nou doe je al 65 jaar je best in het leven. En dan herinneren we je allemaal van dat ene schuivertje op 9 september 1970. Oh, nou doe je hem even te weinig. Doe je hem te weinig in even. Het was geen schuivertje. Nee, met ja, de volle greep. Het is een heel belangrijk moment in een voetbalcarrière. In mijn voetbalcarrière geweest, dat ik die winnende goal maak. En dat daaromheen een heleboel publiciteit komt natuurlijk. Maar Weet je nog precies wat je deed? Dat was voor alle helderheid de goal waarmee Joop van Dalen Feyenoord de Wereldcup bezorgde in 1970. Weet jij nog precies wat je deed? Uiteraard. Maar het was 50-50, Frank. Goalschieten is 50% geluk, 50% de kans hebben om te scoren. Dus Wim Jans heeft een bal afgepakt in het middenveld, speelt Weri aan. Weri geeft de bal voor, bal ketst af. En ik ben 3-4 meter buiten de 16. En ik neem hem op mijn pantoffel, zoals ik vaak deed. Zat er goed in, Jan. Ja. Zat er goed in. Vanmiddag ging het wat minder bij Feyenoord, hè, Peet? 2-0 ja, verloren van ADO. Ja, kun je wel zeggen. Ik heb me eerlijk gezegd een beetje zitten ergeren. Er was op geen moment, als je heel eerlijk bent, dat je de indruk had van, god, ze geven alles, ze gaan ervoor. Ze waren veel te tam en je weet van tevoren, zeker wanneer Feyenoord, hè, nu toch weer wat in aanzien gestegen, zeker wanneer je weet dat Feyenoord toch een te kloppen tegenstander is. Kijk, dat heb Joop en ik hebben dat allebei meegemaakt. Elke week waren de tegenstander zo met je bezig. Die wilden hoe dan ook een resultaat halen. Dat ga je nu ook weer steeds meer krijgen. Maar Feyenoord liet eigenlijk op geen enkel moment zien dat het echt per se om die tweede plaats wilde knokken. En dat vind ik heel erg jammer. En dat dan ook wel eens meegemaakt? Dat je in een ploeg speelt en dat je naar het publiek blijkbaar uitstraalt, we willen niet. Nou, ik kan me niet van lijfelijk. Ja, Joop, ik zie het niet. Ik wil het een beetje met de. Een beetje, heel klein beetje, maar met de mantel der liefde bedekken. Het is namelijk zo dat. Wij hebben natuurlijk een hele jonge groep spelers. En het leren om broodvoetballer te worden, want daar praten we over, is een proces wat gaat met vallen en opstaan. Het enige waar ik problemen mee heb, is dat. Mensen onder de ondergrens door. Wie was dat dan vandaag bijvoorbeeld? Nou, ik kon er maar één voldoende geven. Dat was Matthijsje. Ja. Voor dus heb ik niemand een voldoende kunnen geven. Nou wordt Feyenoord geen tweede en ook geen kampioen. Dat betekent dat het seizoen minder eindigt dan vorig jaar. Maar jij hebt dat ook nog eens geanalyseerd met de punten, hè? Ja, Feyenoord pakt in thuiswedstrijden heel veel punten. Is kampioen van de thuiswedstrijden. Ja. Dat is knap. Geeft ook de magie van de Kuip weer en de kracht van het legioen. Zien we nu ook op de kaart, hè? Maar in uitwedstrijden is het de nummer 6 van Nederland met 24 punten uit 17 duels ter vergelijking. Vorig jaar 31 punten in uitwedstrijden. Dat is toch gewoon 7 punten meer dan dit seizoen. Ja, waar ligt dat aan? Ik denk dat ik dat moet wijten aan de afwezigheid van Vlaar en Guidetti. Dat waren twee karakters. Ik zal nooit vergeten vorig seizoen Guidetti die zijn ploeggenoten aanspoorde in Waalwijk toen de gelijkmaker was gemaakt. En dat hij zei, we moeten doorgaan en dan winnen we deze pot. Dat was typerend voor zijn karakter. Nou, qua doelpunten is hij dit seizoen overtroffen door Pelle, dat is duidelijk. Maar het karakter wat hij meenam, ja, dat mist Feyenoord dit seizoen wel een beetje. Ik denk dat Vlaar niet gespeeld had dit seizoen. Die had gewoon op de bank gezeten. Nou, dat zal ik niet zeggen. Maar ja, want vraagt Ruud al. Omdat dat je in het centrum drie geweldige spelers hebt. Ja, maar dan was Matthijs niet gekomen. Matthijs niet gekomen. Dan had je de Vrij en Bruno Martins Indy gehad. Ik zit hier om de vragen te stellen. Inderdaad. Zullen we het daar maar bij laten dan? Ajax, een terechte kampioen, Joop? Als je twee keer verliest in een seizoen? Zeer terecht. Ik ben wel Feyenoord fan, Feyenoord liefhebber, maar ik hou ook van goed voetbal. En over algemeen genomen spreekt het spel van Ajax mij meer dan het spel van Feyenoord. Mag ik dan nog één keer over de cijfers beginnen? Want Je hebt het over Ajax als terechte kampioen. Maar als je dan naar de thuiswedstrijden kijkt, Feyenoord heeft 16 keer thuis gespeeld. Want het moet er nog eentje tegen NAC spelen. En heeft daarin 42 punten gepakt. Ajax in 17 thuiswedstrijden
38. Dus Feyenoord pakt thuis meer punten dan Ajax. En scoort ook meer in eigen Kuip dan Ajax in de Arena. Dat zijn prachtige cijfers. Ja, maar hun staan nu naast de Arena feest te vieren. Dat doet wel een beetje pijn, hè? Laat ik vooropstellen dat Feyenoord ook in onze tijd natuurlijk, als je thuis speelde, dat is sowieso een 12e man, is het altijd al geweest. Maar dat is in dit seizoen weer bijzonder naar buiten gekomen. Blijkt ook wel. Ja, cijfers zeggen alles. Kijk, er was iemand op Rijnmond.nl die zei, zouden de mensen die pleiten voor het nieuwe stadion zich wel beseffen hoe belangrijk eigenlijk die Kuip is? Ja, maar goed, dat zal die toch hoe dan ook blijven. Of het nou een nieuw of een verbouwd stadion wordt, dat blijft fijn als 12e man. De sfeer zit ook in de mensen, toch niet in de steden. Precies, de mensen zelf. Dat was in de Arena vanmiddag ook, want daar trad Dreetje Hazes op. En dat deed jou denken? Ja, dat deed mij denken aan, ik weet de datum nog exact, het was nog mijn verjaardag ook, 4 juni 1983, ja, afscheidswedstrijd van Willem van Hanegem. Want daar stond André senior in zijn fijne shirt in een volle Kuip te zingen voor ten gelegenheid van het afscheid van Willem van Hanegem. Was de laatste wedstrijd die hij speelde tegen een Nederlands elftal, zeg maar, de oud-internationals. Ja, tijden gaan hard, hè, Frank? Ruud heeft niet alle cijfers paraat. Het verhaal wat ik dus mee heb gemaakt met Feyenoord, dat was in 1974. Toen werden wij kampioen van Nederland, toen verloren we niet één wedstrijd. En met Happel in 1970, kampioen, verloren we alleen de laatste wedstrijd bij PSV. Dus hebben we maar één wedstrijd verloren. En met kunnen we niet één. Statistieken. Bij Sparta gaat het wat dat betreft iets minder. We hadden Wiljan Vloed vanmiddag op de radio. Die zei, ik blijf die volle 5 jaar bij Sparta. En ik ben volgend jaar nog en technisch directeur en algemeen directeur. Ja, dat is logisch natuurlijk. Sparta wil promoveren alsnog via de na-competitie. De kans is natuurlijk niet heel groot als je tegen een eredivisieclub moet gaan spelen. En dat betekent dat het financieel allemaal niet beter wordt op het kasteel. Ja, dan is het logisch dat Wiljan Vloed een dubbelfunctie blijft behouden. Hij heeft aan het begin van het seizoen gezegd, zei ik afgelopen vrijdag ook al, als we promoveren, blijf ik directeur, komt er een commercieel, financieel en technisch manager. Maar daar is nu geen sprake van. Ja, dat is logisch. Afgelopen vrijdag bespraken jullie hier de casus Henk Vreese. Eerst uitnodigen voor een gesprek. Later zeggen we zoeken toch een ervaren trainer. We hebben de kwestie Ten Kate gehad. Daar zei Vloed vanmiddag van. Nou, die heb ik uitgekozen. Maar is die nog de baas? Ja, hij is wel overroeld. Dat lijkt me duidelijk. Als jij zelf initieert tot een gesprek met Henk Vreese en daarna ga je Henk Vreese bellen van joh, nee, toch maar niet. Dan moet iemand tussen die twee telefoontjes gezegd hebben, Wiljan, niet doen. En wat betreft Henk ten Kate, dat mogen duidelijk zijn. Alex Klein van Zpress, een sponsor van Sparta, vriend van ten Kate, die heeft gekscherend gezegd, Henk, zou jij het niet eens een keer moeten gaan doen? En tot ieders verbazing zei ten Kate, ja, dat is goed. En toen is dat balletje gaan rollen. Uiteindelijk heeft Wiljan de deal gesloten. Ja, logisch, zonder salaris is het makkelijk een deal te sluiten. Maar de voorzet kwam uit andere hoek. Kijk jij naar die serie, Joop, van achter de poorten van het kasteel? Jij, Peet? Ik kijk zo af en toe. Hoe kijk jij daar nou naar? Ja, ik denk best wel dat er een boel trainers en zo ook spelers met kromme tenen zit. Want ja, dit is toch een beetje nieuw weer, hè? Echt in de kleedkamer gaan kijken van wat er allemaal gebeurt. Je ziet ook de emoties. En of daar nou alle spelers echt zo blij mee zullen zijn, dat betwijfel ik. Want ja, je voelt je toch bespied eigenlijk op dat moment. Je kunt niet echt helemaal vrij uitgaan. Dus ik kan me toch voorstellen dat een beetje meeweegt. Ik had vroeger al een hekel als de pupil van de week. Ik tegen die vader en moeder of die opa en oma, ik ben niet van de EO. Nee, maar Michel Volk wordt nu afgerekend op het feit dat hij weinig teksten had in de kleedkamer. Dat hij niet meer zei van kom op en maak die kansen af. Maar ik denk als je deze camera's hangt in andere kleedkamers, dat je precies hetzelfde ziet hoor. Ik denk dat niet Vonk daar een heel negatief voorbeeld in is. Ik vond afgelopen maandag heel pijnlijk Michel Vonk met die supporter, noemen we hem maar even. Ja? Ja. Dat kan je toch eigenlijk niet laten. Nee, ik begrijp niet dat dit zo tot stand is gekomen. Als je dan met een supporter praat, doe dat dan even gewoon onder vier ogen. Ik bedoel, toch niet alles hoeft te zien te zijn. Ik bedoel, wij doen er ook wel eens hier iets achter de camera. Zeker. Ja. Wat zou de sponsor hier nou eigenlijk van vinden? Weet jij dat? Ja, de sponsor is blij, want het programma begint met dit programma is mede mogelijk gemaakt door. Ja, en daar doet die sponsor het voor. En als dan 150.000 mensen kijken landelijk, is niet zo heel veel, maar het zijn er toch 150.000, ja, is die sponsor tevreden. Jij beëindigde je bijdrage afgelopen vrijdag over Sparta met de zin, ik vind dat de club er goed voor staat. Ik dacht, ik geef je toch even een gelegenheid. Ja, daar bedoelde ik mee dat
dat Wiljan Vloed een aantal dingen goed heeft gedaan voor Sparta. Maar de hoofdsponsor is weg. Die moet opnieuw die moet gevonden gaan worden. Ze zijn niet kampioen geworden. Dus zo goed staat de club er natuurlijk ook niet voor. Het enige wat ik wilde duidelijk maken is dat Wiljan Vloed 25 of 23 spelers heeft gehaald in anderhalf jaar. Dat niet zo heel sterk was. Maar dat hij aan de andere kant in de organisatie wel een aantal dingen gewoon goed heeft gedaan. Afgelopen vrijdag was hier ook ter sprake eventuele buitenlandse belangstelling voor Ronald Koeman. Nou zit jij een beetje in die club. Dat kan hij toch echt niet maken. Om wie er nu ook komt om te zeggen ik ga. Nou, in de voetballerij sta ik nergens meer van versteld. Maar het is logisch en dat gebeurt ook. Ook al wil Ronald er zelf bij wijze van spreken niets van hebben op dit moment. Stel dat het zo is. Dat gaat toch de ronde doen op een gegeven moment. Je hoort van zoveel kant en zeker wanneer je succesvol bent. Hè, en Ronald heeft nu toch eigenlijk een van zijn betere, misschien wel de beste trainingsjaren achter zijn rug nu. En ja, dan is het logisch dat die interesse er komt. Maar of Ronald dat ook zou gaan doen, ik denk dat er wel een aantal droomclubs zogezegd nog voor hem open liggen. En wellicht als dat speelt, ja, voetballerij. We hebben het natuurlijk alleen nu over de trainers. Maar kijk, er worden natuurlijk steeds maar drie namen genoemd in de pers met De Vrij, Indy en Klaasie. Maar wie zegt mij dat niemand voor Janmaat komt of voor Pelle? Pelle heeft gewoon 26 goals gemaakt. Ja. Janmaat, een van de beste vleugelverdedigers. In ieder geval in Nederland. Vandaag niet, hè? Nederland zelfs al uitstekend. Ja. Nou, voorlopig is Ronald Koeman er nog. Zeker vanmiddag na afloop van die verloren wedstrijd tegen ADO. Dat viel natuurlijk niet mee, maar hij was in elk geval niet zo boos als na dat puntenverlies bij RKC. Nou, dat lijkt me zo, omdat ik vind dat het ook niet reëel is om een frustratie of een teleurstelling direct na zo'n wedstrijd. Want deze wedstrijd moet je meenemen in het geheel van een heel seizoen. En dan is het niet terecht dat ik uit mijn slof schiet of spelers bekritiseer. Want daarvoor hebben we te goed gepresteerd. Maar als we echt de volgende stap willen maken, dan moeten we een aantal dingen wel veranderen. Maar je weet, dat zei je in Waalwijk namelijk zelf al, dat die middelen er niet zijn bij deze club. Ook niet als je een paar goede spelers zou verkopen. Nee, maar oké. Maar ik denk dat in deze groep nog zoveel meer zit om niet tegen dit soort nederlagen. En dat heeft ook met de absolute wil, wat accepteer je van elkaar, wat doe je zelf om druk te zetten. Ja, noem alles maar op. Ja, en dan hebben we niet de steun van ons legioen in een wedstrijd als het wat moeilijker gaat. Of dat we achterkomen die ons vooruit schreeuwt. Want dan moeten we het zelf doen en ja, daar hebben we dan nog wel de nodige problemen mee. Kun je dit dan samenvatten als vooral een mentale state of mind, om het zo maar te zeggen? Nou, dat weet ik niet. Het is heel moeilijk om wat dat betreft dan ook heel duidelijk aan te geven waar het aan schort. Maar ja, het verbaast mij als ik 90 minuten deze wedstrijd zie dat we met 2-0 hebben verloren. En dat gevoel heb ik een aantal keren eerder ook gehad. Het mentale deel, Joop? Nou ja, er waren wel meer elementen. Kijk, we hebben amper een duel gewonnen. De tweede bal was altijd voor ADO. Mensen van ADO hebben de spelers van Feyenoord vijf kwartier lang in de diepte belast met loopacties zonder bal. Ook over de middenvelders heen, ook over onze vleugelaanvallers heen. En daar, want het was heel vaak dat ADO 2-1 kon spelen. Jullie hebben elkaar gisteren ook even ontmoet, hè, op Varkenoord. En toen zei je tegen mij, ja, ik sprak Joop van Dalen. En die had het ook over de manier van trainen, met bal, zonder bal. Dat vond ik een mooi verhaal. Ik vond het interessant wat je zei over die Duitsers, over Klopp wat je zei. Het is in Duitsland gebruikelijk, en dat is geldt niet voor iedere club, maar in gebruikelijk, dat wanneer men begint met trainen, dat ze 2 weken voordat ze gaan beginnen naar een atletiek accommodatie gaan. Lopen. En daar ze eigen het leplazers lopen tot kotsers toe. Dan zijn die mensen die komen na 2 weken gaan ze naar het voetbaltraining verhaal. Maar als de competitie begint, dan zijn die Duitse spelers, die zijn topfit. Eind augustus, begin september. En als je nu Bayern München, HSV, Dortmund ziet spelen, die zijn nog fit. Dus ik vraag me wel eens af of wij overleg hebben met Duitse mensen uit voetbal, inspanningsfysiologen, bewegingswetenschappers. Of zeg je, wij kunnen dat niet meer opbrengen. Het moet allemaal leuk zijn onze, met de bal. Onze trainers vinden zichzelf het leukst als ze kunnen zeggen dat ze met de bal trainen. Maar je kan ook gewoon een keer zonder bal trainen. Dat is voor ons ook leuker, hè, Joop. Maar wij moesten er vroeger ook aan gelopen. Hè, er werd zo ontzettend veel gelopen in dat Kralingse bos. Wij kennen iedere boom zo wel, denk ik. Daar. En de grote meneer Happel, die liet ons ook het lab naar ons lopen.
Laufen. Ja. Peter, vanmiddag win je die wedstrijd niet. Nou, Joop heeft de instelling al belicht. Daar zegt Koeman, komt gewoon, dat zat er nu net niet in dat stukje, dat komt door hoe je aan die wedstrijd begint. Ja, absoluut. Niet scherp genoeg. En je weet, ADO, ja, het heeft in principe, ze wilden goed afsluiten. Logisch, hun laatste thuiswedstrijd. Dan zie je dat ze veel feller op de bal zijn. Veel feller het duel aangaan. En wat ik net aan het begin zei, je kunt dat als Feyenoord steeds meer gaan verwachten. Want je bent op een gegeven moment toch weer een te kloppen ploeg. Dus Ruud, en wat is dan de rol van Koeman daarin? Want je kan iedere keer... Waarom krijgen we dat nou niet gecorrigeerd in de wedstrijd? Ja. Als je nou je ziet 10 minuten, een kwartier dat ADO op een bepaalde manier speelt. En waarom krijgen we niet gecorrigeerd? Dat heeft te maken, in mijn optiek althans. Kijk, vroeger had je behoorlijk wat oudere spelers in een groep. Nu is het, zijn het allemaal hele jonge spelers met kortere ervaring. Ik neem aan dat Schaken niet gaan vertellen tegen Matthijssen en De Vrij dat ze even iets anders moeten doen. Nou ja, Koeman zei ook, zat er ook niet in. Het scheelt ook een beetje wat je van elkaar bereid bent om te accepteren. Dat is al de tweede keer dat hij dat zegt. Maar wat ik opmerkelijk vind, is als Excelsior 6 keer niet scherp aan een wedstrijd begint, dan zitten we te mekkeren op Leon Vlemmings. Feyenoord, ik hoor Koeman vaker zeggen, we beginnen niet scherp aan de wedstrijd. Maar Koeman wordt daar nooit op aangesproken. Zijn we dan toch met z'n allen als journalisten een beetje bang van hem en durven we hem niet kritisch te benaderen? Ja, maar dat ligt ook niet aan Vlemmings. Als Excelsior niet sterk begint of goed begint, dan ligt dat ook niet aan Vlemmings. Want wat jij net zegt over Vonk in de kleedkamer, dat je beperkte opmerkingen hebt, dat geldt voor iedere trainer. En als Vlemmings zijn bespreking houdt of Koeman, dan raak je ook alle vlakken die je wil raken om die spelers klaargestoomd te hebben voor een wedstrijd. Maar ik vind, joh, zoiets moet toch ook helemaal niet, hoeft eigenlijk helemaal niet van een trainer uit te gaan. Als speler ben je toch voor jezelf gemotiveerd genoeg? Ik had eigenlijk nooit een trainer nodig, ja natuurlijk, om het een en ander te begeleiden, maar qua motivatie heb ik echt geen trainer nodig, hoor. Maar goed, dat is persoonlijk. Maar net hoe iedereen ermee omgaat. En natuurlijk heb je mensen om je heen in je ploeg die het kunnen overbrengen. Want je moet wel iemand hebben die zegt van godverdomme, nou is het genoeg. En nou even de klet. En die gaven dan vaak ook een peukje, weet je wel. Om eventjes te laten zien van jongens, kom op, zijn we wakker. Dat gebeurt. Een oudere speler kon vroeger, die was een soort mentor. En die kon vroeger gewoon de boel, en die liep zoals het zou moeten lopen. Dan werden spelers gecorrigeerd. En er kwam wel eens een vloekie bij. Nou, John Guidetti was vorig jaar 20 jaar en die lukte het ook. Ja. Maar dat is John Guidetti, zijn instelling en zijn mentale overlevingsverhaal in de voetballerij. Nou staat Feyenoord derde, Ruud, dan moet je volgende week echt nog even aan de bak. Ja, je bent te houden. Want het is echt een verschil hoor, derde of vierde worden. Want je gaat je plaatsen voor de Europa League, hè, automatisch. Dus je hoeft geen voorrondewedstrijd te spelen. Maar als je derde wordt, dan moet je voor het eerst in actie komen in de Europa League op 22 en 29 augustus. Nou, dat is lekker. Is de competitie al even bezig. Maar word je vierde, dan speel je Europa League op 1 en 8 augustus. Ja, met een gelijkspel red je het ook niet. Je moet er even van uitgaan dat Vitesse wint. Want dan komt Feyenoord niet verder qua doelsaldo. Precies, dan ze 8 op het is Vitesse, VVV en Feyenoord NAC. Dus je moet gewoon je winnen. Wedstrijden. Ja, en als je dat NAC vandaag zag, jongens. Hey. Maar kampioen van de thuiswedstrijd, hè Feyenoord? Ja. Dus, En het scheelt vooral zoveel, die 1 en die 22 augustus. Dat is 3 weken. Feyenoord begint 26 juni alweer aan seizoen. Plus 2 wedstrijden. Maar zal een paar spelers missen in verband met allerlei verplichtingen voor vertegenwoordigende elftal. Ja, het Nederlands elftal gaat op pad. Jong Oranje speelt een EK in Israël. Dus Feyenoord gaat met 10 spelers de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. Ja, en als je dan 5 weken later Europa League moet spelen, ja, je moet er niet aan denken. Sparta en Excelsior beginnen. Ja, dan geven we ook nog van hoe is de groep volgend jaar samengesteld? Ja. Het zal een hete zomer nog worden. Daar ben je niet gerust op als ik je zo zie kijken. Nou, maar luister. Als je belangstelling heeft, De Vrij, Indy en Klaasie is belangstelling voor, begrijp ik. Klaasie heel concreet. Ja, die willen ze verkopen. Kijk, die clubs die ze willen halen, die zijn ook niet achterlijk. Want wij willen graag dat Klaasie en De Vrij en Indy hier blijven, dan kunnen ze en bij ons spelen en het EK spelen. Of wat is het? Het WK. WK spelen in Rio de Janeiro. Maar als ze het WK spelen, zijn ze eens een uur. Dus een club die een speler wil halen, die nu 5 of 6 miljoen, en na de WK, als mensen slagen om een WK, kost het 10 miljoen. Ja. Dus wil je als club hem eerder gaan halen. Ja. Dus wie zegt... Maar je kan ook zeggen, dan hou ik hem even vast. Nou ja, dat is de koopmans Geest van Geel. Wie zegt dan dat die club wil wachten?
Ja. Om die spelen, want die kan ook zeggen. Nou ja, dan kan je alles van Martin van Geel zeggen, maar dat heeft hij tot nu toe in alle gevallen maximaal. Dat staat ook niet de discussie. Ik zeg alleen. Jan Maat kan ook nog iemand voorkomen. Ja. Als er nou iemand komt die zegt: ik wil Pelle hebben voor 12. Laten we hem dan niet gaan. Ik denk het dan wel. Laten we hem toch gewoon gaan. Ja. We maken de overstap naar FC Dordrecht. Dat stelde afgelopen vrijdag de play-offs zeker door te winnen van Almere City. En dat leverde grote feest op aan de Kromme Dijk. Na het laatste fluitsignaal barstte er vrijdag na de 3-1-zege op Almere City een groot feest los aan de Kromme Dijk. Niet alleen omdat de gewenste doelstelling alsnog werd behaald, maar met name omdat de club dit seizoen door een diep dal is gegaan. Er is wel heel veel gebeurd bij FC Dordrecht, met als dramatisch dieptepunt de dood van hoofdtrainer Theo Bos. Ja, er is zo ongelooflijk veel gebeurd en er is natuurlijk ook al genoeg over gezegd en geschreven. En dan komt in zo'n moment komt natuurlijk alles weer naar boven en voor mezelf dan weet ik wat zich allemaal afgespeeld heeft. Dat passeert dan allemaal de revue en het is heel bijzonder en ik vind het wel ongelooflijk groot compliment voor deze spelersgroep. Hoe ze heel veel moeite hebben gehad om daarmee om te gaan, vervolgens in een dalletje terecht kwamen en dan toch nog de kracht hebben om daaruit te klimmen en het dan zo af te sluiten op de laatste speeldag en de play-offs halen. Ja, fantastisch. Toen ik die goal maakte, toen moest ik ook gelijk aan hem denken van dit doen we voor hem. Hij kijkt van bovenaf mee en we gaan dit niet meer weggeven. Deze is gewoon, ik wil deze gewoon aan hem schenken eigenlijk. Bijzonder, Peet. Ja, bijzonder mooi. Ja, en leuk voor Dordrecht natuurlijk, hè? Ja, te doen. Go ahead. Pittig. En dat blijkt ook wel weer. Afgelopen Go Ahead won van Volendam. Wat eigenlijk toch wel de grote favoriet was. Voor je jammer voor Hans de Koning, hè? Ik vind het vooral met name voor Hans de Koning. Ook voor Volendam als clubje. Sympathiek, goed voetballend altijd. Maar aan de andere kant, Cambuur, het is wel een club die terugkomt. Hè. Je hebt er een vieze derby bij. Hoewel, het is de stadse club, hè, van Friesland. Ja. Maar qua achterban, want het is een soort sleeping giant, hoor, dat Leeuwarden. Wilde ook gelijk een nieuw stadion, hè? Ik dacht, wij hebben dat meer gehoord. Ja, ik zat nog meer met mijn hoofd bij Dordrecht. Tegen Go Ahead Eagles. Dordrecht dit jaar niet verloren, hè, van Go Ahead Eagles. 1-1 aan Kromme Dijk en 2-0 gewonnen. In de Adelaarshorst. Dus ja. Zeker niet kansloos. En daarna dan tegen VVV. Dordrecht. Ja allemaal. Maar, het is natuurlijk wel zo in zijn algemeenheid. Daar hebben jullie het ook al vaak over gehad hier. En, dat die jupilair clubs, als die promoveren, die kunnen dat niet met de spelersgroepen doen die ze nu hebben. Maar als je dit kan, willen ze dat helemaal niet. Zwolle is er ingebleven. Die heeft, ik geloof, 7 spelers gehaald. Ja. Hebben broers gehaald. Die hebben nog die Afditsch hebben ze gehuurd. Ze hebben die Klivic of die jongen. Zuster Klivia. Zuster Klivia. Ik maak even de overstap naar Sparta, Joop. Die gaan tegen Helmondsport spelen. Ja. Is dat te doen? Ik vrees het niet. Zo. Nou, bedankt. Sparta niet verloren. Dit was het van Helmondsport. 2-0 gewonnen thuis en 1-1 uit. Dus. Ja. Sparta heeft het ook. Maar het wordt wel zwaar. Ja. Ik kijk maar naar, in het hele geval is heel het seizoen is Sparta al de favoriet om kampioen te worden. Wordt ook aangepraat. En elke moment dat daar, laten we zeggen, het spanningsveld tot kookpunt stijgt, geeft Sparta niet thuis. Dan zit ik te kijken, we hebben geen Sparta, de Graafschap. Nou, dan zie ik 2-3 aardige spelers. Die Bel Hazani, de keeper van Sparta en Arno Jansen. En voor de rest vind ik het niveau. Nou, hoe Henkie Dijkhuizen zegt, Joop, kom op. We hebben het over Eredivisie. Nee, maar Joop heeft wel gelijk. Want afgelopen vrijdag, Telstar Sparta, 3-0. En dan scoort Deekman ineens wel. Ja. Die had zijn club
naar de Eredivisie kunnen schieten in de weken hiervoor. En zijn trainer Michel Vonk in de zadel kunnen houden. Gelijk Sparts, de eerste kans was... Sparta had natuurlijk al lang... Maar als er geld voor Cambuur ook, die zal misschien meer armslag hebben... dat die gemiddeld 6.500 mensen binnen hebben gekregen. En wat Peter zegt, Sleeping Giant zal geld kunnen vrijkomen. Maar als dit Cambuur speelt tegen Willem II, de degradant, nu... verliezen ze 2 keer 5-0 uit en thuis. Overstapje van Willem II. Zo groot is het verschil. Ja. Overstapje weer, mannen, gaan we maken. Er is een vacature op Varkenoord, hoofdjeugdopleiding. Ja. Daar ben jij vaak op, Varkenoord. Ja. Damien Hertog wordt nu genoemd. Ja, ik had begrepen dat er geen interne sollicitatie was. Dus, maar er is dus gesproken. Heb ik gelezen. Ja. En hij zag het zelf. Hij zag het zelf, daar gaan we zo verder praten. Hij zag het zelf wel zitten, Damien Hertog. Het is een mooie baan, maar ik heb het ook heel erg naar mijn zin op het veld. Dus ja, goed, daar zullen we dan over moeten praten. Ik heb geen idee nog. Maar je denkt er al wel een klein beetje over na? Ik denk er wel over na. Ik bedoel, het zal liegen als daar niet over gesproken is. En, met wie heb je erover gesproken? Met Martin van Geel. En zou dat eventueel wat voor mij zijn? Nou ja, goed, het is aan mij om daar ook over na te denken. En naast mij zullen er ook andere kandidaten zijn. Maar goed, ik heb ook gezegd van, nou ja, ik wil me in eerste instantie nog even richten op dit elftal. Want waarom hebben ze aangegeven dat jij een geschikte kandidaat hiervoor bent? Ik bedoel, je bent nog redelijk onervaren als trainer. Excelsior maar sluit natuurlijk nu Feyenoord A1. Dat zou je aan de mannen moeten vragen. Daar zullen ze ergens toch wel vertrouwen in. Dat hebben ze toch ook in het gesprek wel gezegd hebben. Ja, maar dat laat ik liever anderen zeggen. Jij zat midden in een zin, Joop, net. Nou, oké, je moet de job van hoofdopleidingen niet onderschatten. Hè? Nee. Bart, je was 5 dagen in de week van 7 uur 's ochtends de deur uit, 7 uur 's avonds thuis. Dan zijn dat 60 uur. En dan zaterdags of op Varkenoord vanaf 8:30. Of in het land om spelers te kijken. Of een elftal te bekijken. Dus je draait 70, 72 uurtjes in de week. Wie zou jij graag willen zien? Nou, ik heb niet een uitgesproken mening over de kandidaat. Het is zelf uit die interne mensen. Hij heeft dan zelf niet gesolliciteerd, denk ik. Want dan heeft Van Geel en Gudde gevraagd of hij het wel geïnteresseerd is in die vacature. Kijk, en wat Van Geel aan profielschets, die krijgen wij haast niet binnen. Van Hooijdonk of Bosveld of Patrick Pauwen. Dat soort kaliber mensen, ja, gaan die nog 70, 72 uurtje werken? Kees van Wonderen? Kees van Wonderen. Co Adriaanse, die voldoet Co Adriaanse, ja. Co. Nee, Co, die voldoet echt voor 200% aan die profielschets. Nou, heeft niet bij Feyenoord gespeeld hoor. Maar... Nee, maar hoefde niet, als ze maar op niveau... Ja, maar ik begrijp als je intern... Co is 65 jaar. Als je intern gaat zoeken, vind ik het toch wel een goede keuze, want... Stel dat je naar iemand pikt die er al 10 of 15 jaar rondloopt. Die heeft vriendjes, die heeft connecties. Hertog is er nog niet zo lang. Staat er nog een beetje buiten en kan wat objectiever oordelen over wat er allemaal gaande is. Weet jij nog iemand, Peet? Ik zit hard te verzinnen. Er zijn ongetwijfeld geschikte kandidaten. Maar net wat je zegt, ja... Stuivenberg had nog gekund. Dus. Ja, die gaat nu naar Jongeranje. André Wetzel voldoet ook aan die profielschets. Maar ja, ook aan de oude... Richard Grootschool. Maar wel een hele jonge vrouw. Is geen Feyenoord, man. Hè? Is geen Feyenoord. Nee. Bij Excelsior waren ze klaar afgelopen vrijdag met het seizoen. Die waren zo blij dat het erop zat. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Laatste geinig. Nou, net één na laatste op doelsaldo. Maar ja, natuurlijk ja, logisch hoe iedereen zich erover inzet. Je zult ook eerlijk moeten zijn. En ja, natuurlijk ook kwaliteit tekort gekomen. Met de beste wil kun je daar aan de slag gaan. Maar ja, op een gegeven moment ijzer met handen breken. Ja, het is, klinkt clichématig, maar het is natuurlijk wel zo. Wij waren de Ruud op Woudestein, zagen die actie van Elvis Manu. Schopte de keeper totaal... Ja, maar daar wil ik wel een kanttekening bij plaatsen. Hij schopte hem niet bewust van, ik ga hem blesseren. Dom, het was oliedom. Ja. Maar hij ging veel te hoog met zijn been. Maar hij probeerde wel de bal te pakken. Ja, dat is dom, want hier kan je de bal niet pakken. Had wel een goede afzet. Maar het is niet zo dat hij aan zijn sprint begon en dacht van, ik ga die keeper eens maar pakken. Maar zijn derde rode kaart, ja. Joop, dat kan toch niet voor een spits. Nou, ik vind in algemeen over Excelsior... Het moeten mensen het hoofdbrekens kosten. Hè? Met Leon en André en Thomasson en Rob van Dijk. Rob van Dijk. Ja. Fantastisch. En op papier een zeer aanvaardbare spelersgroep. Dat die groep met elkaar niet heeft kunnen brengen wat ze met elkaar gedacht hebben om te kunnen brengen. Maar 4 keer gewonnen dit jaar. Ja. Hey, maar nou moeten Manu en Steenvoorde die gaan aansluiten bij de selectie van Feyenoord. Ja, ik heb er ook niet veel voor. Ik speelde in VOC 2 hoor. Ja, dat hoor ik. Ik hoor het, ja. Maar wat moeten ze daar? Ja, pas op Steenvoorde. Ja? Ja.
Een goeie? Ja. Ja, je gaat natuurlijk mee in die negatieve spiraal, zou ik niet helemaal zeggen. Maar laten we zeggen, een zwak seizoen. Maar dan hoef je toch niet zo je gek te gaan gedragen? Hoef je toch niet drie rode kaarten te pakken als een spits? Maar ik bedoel, dat wil niet zeggen dat je per se gebrandmerkt van... wordt van die kan niet meekomen in de fijne selectie. Dat zag je vorig seizoen ook, hè, met Kevin Jansen. Kevin Jansen die is naar ADO gegaan. Nou, die vond ik vandaag echt lekker spelen. En dan denk ik, als ik Kevin Jansen vandaag zie spelen... waarom die niet behouden, zat in de organisatie en Ruud voor me gaan halen. Kevin Jansen had er ook gewoon die overstap naar de Kuip kunnen maken. Ja, maar luister, dat kan ik je wel vertellen. Kijk, Kevin Jansen werd, laten we zeggen, nog niet ingeschat op het niveau van de Eredivisie. Kevin Jansen heeft bij ons gespeeld in het belofteelftal. En wij hebben toen op een gegeven moment tegen me gezegd, Kevin, de spelletjes niet alleen maar omdat je het leuk vindt, je moet ook leren om broodvoetballer te worden. En toen is bij Kevin het kwartje gevallen. Toen is hij die voorbereiding bij Excelsior mee gaan doen. En toen werd de opstelling gemaakt. En toen Jansen stond in de basisopstelling. En dat heeft hij tot op heden heeft hij dan nog steeds waargemaakt. En misschien is Jansen zijn niveau ADO. Nou, het is geen onaardig niveau natuurlijk. Nee, precies, daarom. Maar je moet ook niet uitsluiten dat zo'n jongen zich ook nog doorontwikkelt. Want hij heeft natuurlijk wel een heleboel kwaliteiten die bij ons passen. Dat zijn de laatste woorden in deze FC Rijnmond. Zit er al op, mannen. Jammer, want ik vond het hartstikke leuk. Peter, dankjewel dat je er was. Joop, geweldig dat je weer gezond hier aan die desk zit. Ruud ook. Deze week extra radio op woensdag en op zaterdag. Want dan speelt Dordt de beide wedstrijden tegen Go Ahead. Daar zijn we natuurlijk bij volgende week. Hier in elk geval Pierre van Hooijdonk. En we willen graag Willem van Hanegem. Ik durfde hem nog niet te bellen, maar als je kijkt, Willem, graag tot volgende week. En dat geldt ook voor jou. Je was een fantastisch publiek. Dag.